Het is zo'n mooi stukje Dongen met zo'n rijke historie. Ik denk als ergens DNA van Dongen te vinden is, dan is het hier. Het glorieugebied in Dongen gaat in zijn geheel opnieuw ontwikkeld worden. Het gebied is bij de Dongenaren onbekend en daar moet verandering in komen. Daarom mogen de inwoners van Dongen meedenken over hoe het gebied er straks uit komt te zien. Ja, we staan hier vlakbij het voormalige broederhuis dat we in Dongen hebben. Vroeger woonden daar veel broeders die ook veel betekend hebben voor Dongen. En bij dat broederhuis wordt een heel groot mooi park. En daaromheen liggen ook allerlei bijzondere gebieden nog voor Dongen. Er zijn verschillende partijen actief in dit gebied. Maar het is ook voor heel veel mensen nog een heel verscholen gebied. En we willen naar de toekomst toe gewoon graag eens nadenken over wat we met dit gebied zouden kunnen en willen doen. Zodat het een mooie definitieve bestemming voor de toekomst ook krijgt. We vinden het heel belangrijk om met bewoners en met inwoners en met de partijen die actief zijn in dit gebied na te gaan denken over de functie van dit gebied. Wat zou je ermee kunnen? Wat zou je ermee willen? Dus wat dat betreft ligt het nog heel erg open nu en willen we juist echt vanaf onderaan iedereen mee laten denken om te kijken waar we uit kunnen komen. Wat wij gedaan hebben de afgelopen tijd als gemeente is dat we de verschillende partijen die een rol hebben in dit gebied, die hebben we uitgenodigd om met ons samen te wandelen door dit gebied. En je merkt dat er dan ook bij die partijen ineens heel veel zichtbaar wordt wat ze eerder helemaal niet wisten, niet kenden. En je ziet dat daaruit inderdaad al eerste ideeën en initiatieven zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de oude moestuin van de broeders die hier in het gebied ligt. Op het bedrijventerrein zit een bedrijf wat met jongeren werkt. En zij hebben bijvoorbeeld al gezegd, nou, wij zouden die moestuin wel nieuw leven in willen blazen. Dus zo zie je de eerste ideeën zeker al ontstaan.